Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij weer een nieuw gameplay hier op mijn kanaal Jaraski Game. Vandaag voor jullie waarschijnlijk weer een van de beste gameplays die ik ooit op mijn YouTube kanaal heb geüpload. Het is namelijk nog een keer een dubbel nucleair op mijn kanaal. Deze keer is het wel met een ander wapen en natuurlijk op een andere map. En het is niet zoals normaal gesproken met een assault rifle of met een submachine gun. Maar het is gewoon nog een keer met een light machine gun. Ik heb dit potje volgens mij na twee potjes dat ik met dit wapen had gespeeld gehaald. Dus het is echt gewoon weer een lekker potje om naar te kijken. En in totaal haal ik ook nog eens 7 unstoppable medals. Maar na een tijdje dacht ik van... als ik nu gewoon voor een hoge streak ga, dan kan ik niet nog een nucleair halen. Dus ik liet me gewoon doodgaan. Toen ging ik natuurlijk dood. En toen begon ik meteen aan mijn tweede streak. Begon ik meteen aan mijn tweede nucleair. En tussendoor was ik ook helemaal niet meer doodgaan. En het is gewoon weer een super gameplay om naar te kijken. Dus als je hem een duimpje omhoog wil geven, dan zal ik dat echt zeer op prijs stellen. Want op de vorige dubbel nucleair hadden we namelijk volgens mij meer dan 1300.000 omhoog gehaald. Dus daarvoor wil ik jullie nog eventjes snel bedanken. En daarom upload ik deze dubbel nucleair nou ook voor jullie. Maar ik wil denk ik een challenge gaan doen op mijn kanaal. Waar ik gewoon een nucleair moet gaan halen met elk wapen. Ik had volgens mij dat al ongeveer 5 of 4 maanden geleden aangekondigd op mijn kanaal toen ik nog niet zo groot was. Alleen dat heb ik nooit echt doorgezet. Ik ging nooit echt een hele serie ervan starten. Maar ik wil het wel gaan doen. Dus als we op deze video 1500 likes kunnen krijgen, dan ga ik gewoon beginnen met die serie. Elk wapen dat er ook mee in het spel is, ga ik gewoon proberen een nuclear mee te halen in steeds weer verschillende game modes. Dus één keer gewoon in domination, één keer gewoon in kill confirmed, één keer weer in multiteam. Zoals ook deze achtergrond gameplay natuurlijk weer is. Want we spelen hier weer multiteam. Natuurlijk ook weer op de game mode hardpoint. Want als je multiteam krijgt, kan je 3 bepaalde game modes krijgen. Dat is kill confirmed, team deadmatch en hardpoint. Maar natuurlijk in team deadmatch is het potje gewoon veel te snel voorbij als je gaat voor een dubbel nucleair. Want er kunnen maar 75 kills worden gemaakt. Als je een dubbel nucleair wil halen, moet je sowieso 60 kills in totaal halen. En je speelt ook nog eens met 2 teammaten van je. Dus dan moeten die gewoon AFK gaan liggen in een hoekje. En dat werkt natuurlijk niet. Dus dat gaat natuurlijk niet lukken in team deadmatch. En kill confirmed loopt eigenlijk altijd iedereen een beetje te campen rond de dogtags. Dus dat faalt ook gewoon kaart. En daar kan je dus ook niet gewoon een dubbel nucleair in halen. Want dan ga je echt heel vaak altijd dood in multiteam kill confirmed. Maar hardpoint daarentegen is echt een van de chillste game modes in heel Black Ops 2. En ik vind ook gewoon weer echt een hele chille game mode die ze in Black Ops en heel Call of Duty hebben gebracht. Want het is natuurlijk een nieuwe game mode geïntroduceerd in Black Ops 2. En ik hoop gewoon dat die ook bij de volgende Call of Duty, namelijk Call of Duty Ghost, er gewoon weer in komt. Want ik vind het een chille game mode om te spelen. Je kan voor de objective spelen, maar je kan ook gewoon een beetje je team supporten om de objective heen. Dit was by the way een prachtige turn-on. Dus ik vind Hardpoint echt een van de chillste game modes in heel Black Ops 2 op het moment. En ook gewoon een beetje refreshing. Ze hebben natuurlijk vandaag zo'n nieuwe game mode erin geïntroduceerd. Hoe heet die ook alweer? Ik ben de naam even kwijt, iets met race of zo. Nou, ik ben de naam even kwijt, maakt niet heel veel uit. Waar je in plaats van 100 punten in één keer 150 punten krijgt. En ik vind die game mode aan de ene kant wel een beetje leuk, want je kan natuurlijk heel snel je score streaks krijgen. Maar aan de andere kant denk ik van, oké, het is team deathmatch. Je krijgt in plaats van 100 punten, krijg je er 150. Maar er zit niet echt iets nieuws in. Dus ik hoop dat Shirk wel gewoon zijn ding gaat doen en er misschien over een paar maanden echt een hele nieuwe game mode in gaat maken. Zoals Kill Confirmed in Modern Warfare 3 en zoals Hardpoint in Black Ops 2. Maar ik zal nog eventjes snel mijn clash aan jullie gaan vertellen. De eerste nuclear heb ik natuurlijk al binnen. En ik had ook gewoon weer eventjes wat stukjes voorbij geknipt. Waar ik gewoon ongeveer 20 seconden dom aan het lopen was. En helemaal niks deed eigenlijk. Maar verder, de gameplay op de achtergrond speel ik dus met de L-stad met Quick Draw, Silencer. En nog eens Adjustable Stock erbij. En mijn perks die zijn Flak Jacket, Scavenger, Toughness en nog eens Dexterity. En ik weet zelf niet precies waarom ik Scavenger aan heb staan, maar ik denk dat ik Scavenger aan had staan omdat ik gewoon niet out of ammo wilde te komen zitten. Je kan het jezelf natuurlijk gewoon moeilijk maken op Black Ops 2 door geen Scavenger aan te zetten. Alleen dan moet je de hele tijd wapens van de grond afpakken. En met de light machine gun werkt het nou niet echt, want je hebt natuurlijk gewoon standaard 200 kogels erin zitten. 100 in je L-stat of een ander wapen of 75. En gewoon 100 om nog te reloaden. En als je dan geen Scavenger aan hebt staan, dan kom je gewoon na ongeveer denk ik 10 kills alweer out of ammo te zitten. En dat moet je gewoon niet hebben als je voor de nuclear gaat. Je moet gewoon genoeg ammo capaciteit hebben. En je wil niet gewoon opeens met je combat knife rondlopen. Want dan ga je gewoon heel vaak dood. Zit je in een hoekje iemand af te wachten. Komt hij bijvoorbeeld met een Remington aanlopen. Gaat je knife weer mis. Want die gaat altijd mis in Black Ops 2. En dan ben je dus gewoon kaartenlul. Maar de tweede nuclear loopt nog heel eventjes door hier op de achtergrond gameplay. Want ik wil het snel nog eventjes gaan hebben over Treyarch. Want Treyarch is op het moment echt gewoon zijn spel aan het verbeteren. Ze zijn Black Ops 2 op alle manieren zo'n beetje aan het verbeteren. Want ik was vandaag Black Ops 2 aan het spelen. En opeens na ongeveer 3 potjes dat ik had gespeeld, kreeg ik een melding in mijn beeld te staan van: hello, do you want to do a survey? Ik zal het even in het Nederlands vertalen. Ze vroegen simpelweg gewoon of ik voor ze iets kon invullen over hoe de connectie was in Black Ops 2. En nou, ik had gewoon ingevuld dat de connectie good was en niet best of poor. Poor stond er ook nog eens bij dat hij echt gewoon bar was. Want ik zelf heb altijd wel goede connectie. Maar daar zie je wel aan dat Treyarch gewoon zijn spel wil verbeteren. Dat ze gewoon de connectie willen gaan verbeteren. En dat vind ik dus gewoon wel kick om te zien. Ik hoop dat bij Call of Duty Ghost sowieso gewoon Call of Duty op dedicated service wordt gerund. Alleen dat gaat sowieso toch niet gebeuren. Dus als ze de connectie nou gewoon zo goed maken dat je nooit meer lag hebt, dat je nooit meer een driebar hebt, dan vind ik het ook wel best. En als ik zelf host ben van de rooms, heb ik eigenlijk nooit lag. Want dan heb iedereen gewoon een 4-bar. Of mijn internet moet er natuurlijk uitvliegen. Maar de tweede nuclear is nog heel eventjes bezig. En ik wil het ook nog heel eventjes snel hebben over GTA 5. Want vandaag zijn er weer
3 nieuwe trailers uitgebracht voor GTA 5. En ik heb ze alle 3 gewoon gekeken. Je kon ze gewoon alle 3 kijken in 1 video. En ik zal die wel eventjes linken in de beschrijving. En dan zie je alle 3 de personages die in GTA 5 komen. En alle 3 de personages waar je ook gewoon mee kan gaan spelen als GTA 5 eenmaal uit is. En ik zelf zit serieus al ongeveer 2-3 jaar op deze GTA te wachten. Ik heb hem al een jaar geleden gepreorderd, want ik dacht dat hij eigenlijk nu op dit moment uit zou komen. Alleen toen hadden ze opeens de release datum veranderd na volgens mij november dit jaar. Dus ik zit er echt gewoon op te wachten. Ik wacht tot hij uitkomt. En die trailer ziet er echt gewoon weer ziek uit. Die graphics zien er ziek uit. Alles ziet er ziek uit. En ik ga dat spel zeker kopen. Ik ga hem zeker spelen. En ik ga er zeker heel veel uren mee vermaken. Dat weet ik gewoon nu al. Ik weet sowieso ook al gewoon al dat het het beste spel van 2013 gaat worden. En ik wil eigenlijk gewoon eventjes aan jullie vragen of jullie GTA 5 al hebben gepreorderd. Of jullie al heel lang zitten te wachten op GTA 5. En wat jij gaat verwachten van GTA 5. Dus laat het gewoon eventjes weten in de reacties. Ik zelf verwacht er natuurlijk echt gewoon heel veel van. Ik hoop dat mijn verwachtingen niet teleurgesteld gaan worden als die eenmaal uit is. Maar ik denk het niet. Want ik zelf vind Rockstar een van de beste game developers die er op dit moment is. Ze brengen altijd goede spellen uit. Elk spel dat ze hebben uitgebracht hebben echt gewoon goed verkocht. Het zijn vette spellen. Er zitten altijd super, super, super goede verhaallijnen in. Natuurlijk hebben ze GTA San Andreas. Natuurlijk hebben ze die GTA. Ze hebben nog Max Payne. Ze hebben nog Red Dead Redemption. Alleen de gameplay zit er hier alweer op, jongens. Eindscore is 82,5 zoals je in je achtergrond gameplaytje schermpje kan zien. Het was gewoon weer een hele chille gameplay om naar te kijken. Natuurlijk ook gewoon weer een dubbel nuclear. En mocht je nou een nuclear with every gun op mijn kanaal willen zien, laat dan weten in de reactie. En laat het natuurlijk eventjes weten door middel van een duimpje omhoog. Want bij 1500 duimpjes omhoog op deze video ga ik natuurlijk die serie starten. Dus jongens, allemaal bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye.